vergadering van de commissie Zorg als Cultuur en Sport van 15 november. Er heeft zich een inspreker vreemd aan de orde gemeld, de heer B. Heidakker, over de dreigende sluiting van de huisartsenpost Erasmus Medisch Centrum. Ik wil de heer Heidakker naar voren roepen om zijn bijdrage te leveren. Wil ik hem wel meedelen dat u heeft 5 minuten de tijd om in te spreken. Daarna kan de commissie u vragen stellen. U wordt verzocht om alle vragen even te noteren en om daarna in 1 keer antwoord te geven. Als ik uw naam noem of uw titel noem, dan bedoel ik ook de commissieleden, want anders dan gaat het elke keer aan. Voorzitter, commissieleden, betrokken burgers en media, wat ben ik trots op huisartsen Marleen Kooijman en Robert Mol, de initiatiefnemers om de HAP Erasmus MC in 2016 te openen. Voorzitter, hoe wrang is het dan ook dat juist de huisartsenposten Rijnmond, waar deze twee huisartsen onderdeel van uitmaken, dit sublieme initiatief als een etterende zweer met een scalpel weg wil snijden uit haar organisatie. Puur en alleen op basis van financieel gewin gebaseerd, zonder verder werkelijke feiten te benoemen en zonder enige menselijke maat ingegeven. Voorzitter, na de noodkreet te hebben gelezen van de betrokken huisartsen, ben ik enorm boos en ben ik opnieuw enorm teleurgesteld in het acute zorgsysteem en zou je mij als stichting in de pen gekomen door 2 klaagzichten te schrijven die u via de gifting heeft ontvangen. De bestuurder, de heer Steven Ham van de HAP Rijnmond, reageerde op ons ingediende klaagschrift als volgt. Het voorgenomen besluit is na een zorgvuldige afweging en in afstemming met de belanghebbenden tot stand gekomen en is in lijn met de afspraken in het integraal zorgakkoord waaraan wij ons als zorgaanbieder hebben verbonden. Wij hebben het management van de SCH van het Erasmus MC een nieuw proces ingericht waarmee de continuïteit van zorg voor de zelfverwijzers is geborgd. In deze procedure hebben we ook specifiek rekening gehouden met de zorg voor kwetsbare mensen. Voorzitter, is dit handje plat? Het verdient zeker geen applaus, voorzitter. Het ROAS reageerde als volgt op ons klaagschrift. We waarderen uw feedback ten zeerste en willen u bedanken voor het delen van uw zorgen met ons. U kunt er zeker van zijn dat wij deze kwestie serieus nemen en zal daarom worden besproken tijdens het ROAS-overleg. Dat is gepland op 13 november 2023. Voorzitter, gezien voorgaande is het al in overleg besloten. Zijn wij van kansloos? Nee, zeker niet, voorzitter. Voorzitter, op 3 november heb ik aan burgemeester Albert Dalen gevraagd via Radio Rijnmond hoe hij dacht over de voorgenomen sluiting van de HAP. En gevraagd wat het college en de Raad van Rotterdam kan doen om dit tegen te gaan. Het advies was om de vergadering van de actualiteitenraad van 2 november terug te kijken, agenda punt 3.4. Voorzitter, dit heb ik gedaan en met afspraak. Sommige opmerkingen en bevindingen van zowel de verantwoordelijke wethouder, de heer Buit, als van enkele reagerende raadsleden op deze casus. Voorzitter, de SP vraagt aan de wethouder wat zijn rol zou kunnen zijn en wat de rol is van het college. Wethouder, de heer Buit, reageerde weigerend in zijn betoog. Zeg diverse onwaarheden naar onderneming die ik graag zou willen toelichten. Gezien de tijd heb ik die niet in mijn spreektijd helaas. De feiten heb ik hier verraden. Dus als er behoefte is, kunt u vragen stellen. Voorzitter, D66 zegt, de gemeente gaat niet over de huisartsenposten. Aan de fractie D66 wil ik zeggen, was het maar waar. Wij pleiten al jaren voor meer medezeggenschap bij het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Er is geen recht van spreken bij welke acute zorgketen dan ook. Het bestuur van de gemeente is verantwoordelijk voor onze veiligheid en welzijn. Neem het recht van besluitvorming terug in handen. Juist een onbetrouwbare overheid zorgt ervoor dat het acute zorglandschap uitgekleed wordt tot op de bot. Kijk alleen maar naar wat er onder de hersenpan van de heer Kuipers schreef. Omschreven in het integraal zorgakkoord, een afgeleide van het regeerakkoord. Weet de fractie D66 dat demissionair D66-minister Ernst Kuipers niet geheel onafhankelijk is? Voorzitter, de Partij van de Arbeid vraagt naar de kosten, onder andere. Wethouder de heer Buiten haalt juist net de angel aan in zijn betoog.
Het gaat om de kosten en om de efficiëntie waarmee hij bedoelt, zou moeten sneller werken en tegen lagere kosten. Daarom moet de HAP besluiten, dit zijn de enige feiten voorzien. De huisartsen doen nu ook anderhalve lijnzorgtaken, die veel tijd in beslag nemen. Eerste lijnzorg is genoeg, dan zijn er huisartsen genoeg. De wethouder, de heer Buijs, zegt, zodra de volksgezondheid in het geding komt, dan komt het college in actie. Hoe dan? Welke formele macht heeft het college? 0,0, voorzitter. En dat moet wat ons betreft de burgers veranderen. Er is circa 24 miljard bezuinigd in de zorg sinds de marktwerking in 2006 is ingegaan. Hoeveel moeten wij bezuinigen op zorg? En hoeveel gaan we nog betalen aan zorgkosten? Voorzitter, de grens is bereikt. Opereer het enorme waterhoofd die op het lijf van de zorg staat. Zet er een enorme grote drain in en zorg dat er bezuinigd wordt op de beheerskosten. Dan kunnen er weer huisartsen worden opgeleid en meer handjes aan de bedden in het hele zorglandschap komen. Dank u, voorzitter. Wie van de commissie kan ik het woord geven? De heer Bazot. Daarna de heer Schijndal en dan de heer Modi. De heer Bazot. Dank u wel, voorzitter. Bedankt voor het inspreken. Ik heb twee vragen. Kent u stichting zelf patiënten die van deze sluiting dupe zouden worden? En u bent nogal pessimistisch over de rol van de wethouder, maar hoe zou de gemeenteraad van Rotterdam dan wel de noodzakelijke rol kunnen oppakken en samen met de patiënten kunnen strijden voor behoud van de huisartsenpost? Als die huisartsenpost sluit, dan is de enige huisartsenpost in het centrum gesloten. Is er voor de acute zorg vanuit het centrum geen huisartsenpost beschikbaar anders dan die spoedeisende doen? U geeft ook aan dat als die weg zou zijn, dan alleen op telefonische dienst overblijft. Is dat echt alleen maar het enige wat er is in het centrum van Rotterdam op dit gebied beschikbaar? En hoe ver moet je gaan voor de volgende huisartsenpost? Dank u wel, de heer Bescheiden. De heer Moti. Ja, ik was even benieuwd naar de ervaring van de heer Heijnakker bij eerdere sluitingen. Toekomstige sluiting van huisartsenposten, wat u dan ziet gebeuren op dat moment. En twee, was ik ook erg benieuwd, want het gaat natuurlijk om eerste lijn zorg, een huisartsenpost. En als het wordt gesloten, kom je heel snel terecht in een dure ziekenhuiszorg, dat is spoedeisende hulp. Maar nu lijkt het alsof het een soort besparing wordt ingegeven vanuit een soort besparing, terwijl ik dan denk van mijn boerenverstand, dan gaat het zo meteen alleen maar nog meer kosten. En ik zou graag van u naar een reactie op willen, van hoe u daar naar kijkt. Leidt het nou echt tot de financiële besparing of is het gewoon een manier van ziekenhuisbestuurders om juist nog duurdere zorg te kunnen verkopen, zeg maar, aan de zorgkantoren? Dank u wel, heer. Niet te verkopen, te declareren bij de zorgkantoren, zeg maar. Dank u wel, heer Modi. Heer Mak. Ja, dank u, voorzitter. Ik vroeg me eigenlijk wel of de insprekers gewoon weten hoeveel mensen gebruik maken van de huisartsenpost bij het VMC. Ik heb namelijk zelf ook even wat opgezocht, maar ik weet niet of het waar is hoor. Maar het schijnt dat gemiddeld 2 patiënten per uur langskomen op de huisartsenpost bij het EMC. Is dat een beeld dat de inspreker kent of zijn dat veel meer patiënten? Dank u wel, heel Mak. Andere leden van de commissie, voor vragen aan de heer Heijer. Mevrouw Bokhoven. In aansluiting op de vraag van de heer Mak, ik had van de zomer, had ik buiten de kantooruren een huisarts nodig. En ik woon redelijk dicht bij het EMC, maar als je dan belt naar de huisartsenpost, dan word je naar het Sint-Franciscus verwezen. Was dat al staand beleid, dat je in principe niet bij de Dijkstraat terecht bent en dat er daardoor ook maar zo weinig bezoekers zijn? Als dat anders georganiseerd zou zijn, zou er dan wel bijvoorbeeld een grotere toeloop zijn of spreiding van die 2 posten, waardoor er misschien een andere balans of andere afweging zou kunnen plaatsvinden? Dank u wel, mevrouw Bokhoven. Andere leden van de commissie nog? Zo niet, dan voor de beantwoording van de vraag. Ik weet niet of u alles heeft kunnen noteren, Heijdakker. Dan aan u het woord voor de beantwoording. Ik heb de eerste vraag van de SP. Of het de stichting als stichting zelf patiënten kent die van deze sluiting de dupe zijn. Mensen die niet in staat zijn om te bellen, eenzame mensen. Maar ja, ik ben er ook een, ik ben een inloper. Dat duidelijk uit. Ik ben een inloper. Hè? Ik ben dakloos en eenzaam. En vooral afhankelijk van anderen. Hoe kom ik in godsnaam als deze huis, als het sluit,
waar je een huisartsenpost, want die kan je niet bereiken, want je moest ze bellen. Dus daar was ik ook bij iemand antwoorden van mevrouw Hoppa, maar dan ga ik zo meteen op door. Maar voorzitter, de vraag aan u allen, of u ze kent. Nee. Het gaat er niet om of we deze patiënten kennen, het gaat erom dat alle patiënten niet voor een griepje komen, maar voor een acuut medisch noodzaak. En direct geholpen kunnen worden door de huisarts van dienst. En desnoods doorgewezen wordt naar een SH, direct in de buurt. Die in deze hap dus direct is, in de buurt is. Zonder dat ze eerst enorme barrières moeten nemen en lange afstanden moeten afleggen. De straatdokters zijn alleen beperkt overdag open. Dus daar kunnen ze na 17 uur niet meer naartoe waar de wethouder heer Buitenaar verwees, hè, dat die straat, dat de dokters ook beschikbaar zijn. Dat is niet waar. Als de huisartsenposten of de huisartsenpraktijken dicht zijn, dan zijn de straatdokters niet bereikbaar. U bent nogal pessimistisch over de rol van de wethouder. Ja, en hoe zou de Rotterdamse Raad dan wel een zakelijke rol kunnen oppakken? Ja, voorzitter. De lokale gemeentebesturen zullen zich moeten verzetten tegen het informele overleg. Eis dat zij formeel invloed krijgen en daar de zeggenschap krijgen. Over de inrichting van de zorg in hun eigen stad, Rotterdam. Rotterdam betaalt circa 1 miljard aan de zorgverplichtingen waarin zij zorgverantwoordelijk zijn, die door de Rijksoverheid is opgelegd aan het lokale bestuur. Zo niet, trek ik dan terug uit deze verantwoordelijkheid. En leg het balletje weer terug bij de Rijksoverheid. Daar zal binnen de VNG harde toppers en besluiten over moeten worden genomen. Dat is mijn inschatting. Want wij als stichting kunnen dat niet. Wij kunnen het alleen maar aanbrengen wat er zou moeten gebeuren. Ik heb dat meerdere keren ingesproken bij 5 keer bij het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, aan de 13 burgemeesters inmiddels, ook uitgelegd dat zij dat zouden moeten eisen. Ja. Informeel overleg, ja, je kan aan tafel schuiven, maar als je niks te zeggen hebt, die zeggenschap niet hebt, dan neem je niks te besluiten over je eigen invulling van je zorg in je stad. En ook niet over inrichten van de hap. Huisartsenpost. De heer Van Schijnen was de tweede, ja. Van 50 plus. U zegt, is het de enige wat er overblijft in het centrum? En wat gebeurt er als die dus verdwijnt? Hè? Dat zegt u toch? Nou, ja, als die verdwijnt, dan zijn de twee huisartsen in Rotterdam, er zijn er 4 in de hele regio, maar de twee huisartsen in Noord. En in Zuid, want uit Centrum kan je nog via de brug naar Zuid gaan, maar dan moet je helemaal naar het Maastricht uit. Want die moet je bellen. Je bent verplicht om ze te bellen. Je mag niet inlopen daar, want je wordt geweigerd. Ook als je een huisarts hebt, dan word je niet geholpen. Dus er is geen alternatief dan alleen deze huisartsenpost ook betalen. Dat is eigenlijk denk ik wel een beetje mijn antwoord, meneer Waarschijnlijk. En dan heb ik vraag 4 van het betaalde bedrag. Nee, dat was derde, ja. Ja. Ja, ik heb even door mijn... Ah, oké, de vraag is genummerd, oké, ik snap het niet. Ja. Zijn u ervaring met eerdere of toekomstige sluiting van de huisartsenpost? Voorzitter, wij zijn reeds eerder geconfronteerd met sluitingen van een hap en kregen 0 op request, als voorbeeld. In december 2014 stuurde de toenmalige voorzitter van het ROAS, de heer Ernst Kuipers, ja, je hoort het goed, inmiddels demissionair minister van VWS, een bericht aan media dat de hap in Helmond-Sluis per 1 januari 2015 gaat sluiten vanwege een exploitatietekort van €300.000 per jaar. Dit is omgerekend €1,50 per jaar, wat per inwoner op de populatie van 2000 inwoners van de regio. Voor de Putten-Rodenburg en een deel Hoogvliet. Met daarbij vermeld dat dit getal, omdat er een 24-7 spoedeisende hulppost in het Spijkenisse Medisch Centrum is en de hap in Spijkenisse. Een klinklare leugen is dat. Omdat de spoedeisende hulp al daar al sinds 2013 alleen open is van 8 uur tot 2200 uur. Daarna rijdt elke acute rit per ambulance richting de grote stad. Met als gevolg een gebied 3 keer zo groot als de stad Rotterdam.
bleef achter met maar één app zonder 24/7 SCA-post in het SFC. We hebben ook nog actie ondernomen door 37 huisartsen op Voorne. Die wisten eigenlijk niet meer, na de sluiting, in hun eigen vergadering gezegd hebbende dat ze daar niet meer zouden willen werken als die ooit nog een keer open zou gaan. Maar goed, wij hebben, of ik heb met name daar het medisch tuchtcollege voor aangesproken. En ook, tot en met het Hof. Maar we hebben het wel verloren, want ik was geen patiënt van die huisartsen. Dus jammer, maar ja, ze hadden natuurlijk wel alles op kunnen treden. Dan over de toekomstige sluiten van de Happen en de SCA's. Voorzitter, heeft het college en de raad een verslag Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu de bereikbaarheidanalyse op verzoek van de huisartsenpositie. Daarin staat duidelijk dat alleen Hap Noord en Hap Zuid open blijven. Hap Spijkenisse en Hap Capelle aan de IJssel zullen moeten sluiten. Walch en Huiver, hierin is geen enkele rekening gehouden met de menselijke maat. Zeer hoge reiskosten, de tijdnood en algehele malaise zal het effect zijn voor al die patiënten in acute nood. Er is geen milieueffectrapportageonderzoek gedaan. Want al die extra lange ritten, bijvoorbeeld vanaf Rokanje en vanuit de hele veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond naar Noord of naar Zuid, moeten terug in kaart gebracht worden. Om bijvoorbeeld de extra CO2 uit te doen en de alle kankerverwekkende uitlaatgassen aan te geven. Ziet u al, voorzitter, dat na 1700 uur, wanneer deze twee overgebleven happen open zijn, er heel veel auto's zullen zijn die niet binnen de 30 minuten nog daar kunnen zijn. Terwijl de hele ring om Rotterdam en verder daarbuiten de files worden geteisterd. Dat is een utopie en onuitvoerbaar, voorzitter. Het is echt een grote schande wat er hier gebeurt. Het is zoveel een blunderpunt. Ook de getallen van het aantal inwoners die kloppen niet in dat rapport. Dit is circa 1,3 miljoen in plaats van 1,1 miljoen. En daar zitten de ongeregistreerden, de daklozen, de bezoekers en recreanten in de zomermaanden van 1 april tot en met 31 oktober niet bij. Etcetera, etcetera. Ik ga ook namens de stichting, dat kan ik u beloven, het RIVM hierover aanschrijven met de klaagschrift. Want dit kan niet. Niet zonder voldoende onderzoek. Het besluit lijkt ingegeven worden door financiële besparingen. Klopt dit ook? Voorzitter, de HAP Erasmus MC heeft een uitgavenpost van circa 500.000 euro per jaar. Terwijl de inkomsten schat ik op 200.000 euro liggen. Dus een tekort was hier van circa 300.000 euro. Dat is weer een exploitatietekort. Dus het is juist dat dit aspect de enige reden is om de HAP te sluiten. Echter, men vergeet dat wanneer de inlopers geen gebruik meer kunnen maken van deze HAP en meer werk bijkomt voor de spoedeisende hulpkosten en er meer ambulances en andere hulpdiensten moeten worden ingezet om deze in acute nood verkerende patiënten te kunnen helpen. Deze kosten zullen het tekort vele malen overstijgen, waardoor de zorgkosten zullen stijgen en ik in de zorgverzekeringen premies zullen worden verwerkt. En die zullen stijgen. Dus wie zijn de dupe? Dat zijn we allemaal. Meneer Mak van het CDA, over het aantal patiënten. U had het over het aantal patiënten die de huisartsenpost in het centrum bereiken. Dat zijn er circa 4000 per jaar, heb ik begrepen. Want meneer Wethouder Buit die had het dat kan dan wel afgerond worden naar 80% weg en die 20% die vindt dan wel een eigen werk. Maar zo is het natuurlijk niet. Hè. Dus dat is eigenlijk zo'n beetje het aantal patiënten wat daar moet zeggen. Ook de inkomsten is ongeveer 200.000 euro, als ik 50 euro per patiënt reken. Dus dat is een raam. Nee, de vraag was als je belt, dan word je doorgewezen naar het Sint Franciscus en niet naar Erasmus Medisch Centrum, maar gewoon je daarom doen. Ja, de triage die doet dat dan, want dan belt hij toch. Maar ik weet niet, dat weet ik niet of je dan naar de huisartsenpost in het centrum belt of naar een algemeen huisartsenpostennummer. Dat zou kunnen. Dat zou ik moeten navragen, maar dat kunt u ook navragen natuurlijk. Maar
Kijk, als wij bellen vanuit specialisten naar de huisarts, dan krijgen we een triagist. Die geeft die vraag uit en die verwijst je door naar de huisartsenpost of die schakelt eventueel de ambulance. Maar ja, wij moeten naar specialisten. Maar ik zou ook niet weten welke daklozen, armoedzaaier of voor de putten waar die dan naartoe moeten, hoor. Want die zouden wel helemaal naar het centrum moeten. Want die worden hier even niet genoemd, waar die naartoe moeten. Dus het is een algemeen probleem. En de hele veiligheidsregio die vraagt toch uw aandacht om daar echt keihard op in te zetten om de hele sluiting tegen te gaan. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. En volgens mij ben ik dan toch door mijn antwoord heen, of de vraag heen. Dus ik, Ja, dank u wel, meneer Heidakker. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. U heeft aandacht gevraagd. Er zijn vragen gesteld en door u beantwoord. En dan gaan wij over tot de andere punten van onze agenda. En dit zal al dan niet terugkomen als we het weer met de wethouder over de acute zorg hebben, in welke vorm dan ook. Nou, dank u wel, voorzitter. Doe daar uw voordeel mee. Natuurlijk naar de toekomst toe, maar vooral voor die kansloze armoede, saaiers en alles wat daar maar bij hoort. En dat u daar echt aan gaat denken, want dit kan niet. Nee, die boodschap is duidelijk overgekomen. Dan dank u hartelijk. En dan weer kijk ik of onze andere inspreker, want we gaan dan wel over naar onze andere agenda. Dat gaat over het evenement.